Komend jaar gaat Wetterschip Friesland 63 miljoen euro investeren in waterbeheer in Friesland en het Groninger Westerkwartier. Dit staat beschreven in de conceptbegroting voor 2017. In de plannen is ruim 24 miljoen euro gereserveerd voor projecten tegen overstromingen en wateroverlast. Een van deze projecten zal bestaan uit het verbeteren van de Lauwersmeerdijk en de dijkverbetering Koehol-Lauwersmeer. Er zal ook geïnvesteerd worden in het verhogen van de diverse oevers en kaden bij onder meer Sneek Zuid, Grauw en Akkrum. 27 miljoen euro is bestemd voor maatregelen die bijdragen aan een goede water aan- en afvoer voor landbouw en natuur en waterkwaliteit. Extremere weersomstandigheden zorgen dat het waterschap voor een nieuwe aanpak moet kiezen. Samen met bewoners, overheden en organisaties wordt gekeken hoe wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk beperkt kan worden. Voor afvalwaterzuivering is 11 miljoen euro begroot. Dit geld zal gebruikt worden om rioolwaterzuiveringsinstallatie te moderniseren, persleidingen aan te passen en het vervangen van een rioolgemaal. Doordat er het komende jaar naast investeringen ook bezuinigd gaat worden, zullen de tariefstijgingen beperkt blijven. Huishoudens met een eigen woning gaan in 2017 gemiddeld 1,2% meer betalen.